Goedemiddag, broers en zusters. Alle van harte welkom. Ik ben Chris de Keizer. Makkelijke naam. Ik ben van Molukse afkomst. Maar ik heb een Nederlandse achternaam. De Keizer. Amen. U weet wel, kent de tekst uit de Bijbel? Vrees God, eer de Keizer. Amen. Dat is een grapje. Mevrouw is even naar de wc. Maar ik ben getrouwd. Inmiddels bijna meer dan 35 jaar getrouwd. We hebben 4 kinderen. Waarvan... We hebben 4 kinderen. Waarvan 1... is van adres gewijzigd. Ze is in de hemel. Dus, maar goed. We mogen genieten van onze kinderen. Zijn allemaal het huis uit. En ja goed, we zijn alleen. En het voordeel is, we kunnen doen en laten wat we willen. En daar komt ze binnen. En ja... Het is de tweede keer dat ik hier ben. Het was volgens mij vorig jaar kwamen we ook met David Toepan. Dat is de broer van mijn vrouw. En hij heeft hier de getuigenis gegeven. Hij is van Satudara. Van Satudara naar Dara Jezus. Is eigenlijk van Satudara betekent één bloed. Van de motorclub. En hij is echt tot levend geloof gekomen. Naar het bloed van Jezus. Dus ik heb het voorrecht om hem hierin te mogen begeleiden. En goed, het is heel bijzonder hoe God aan het werk is binnen de club. Satudaren zijn wereldwijd. En ja goed, daarin heeft God mij de hart gegeven om hen te begeleiden hierin. En ja goed, ik ben eigenlijk God dankbaar dat ik hier ben. Ik heb op mijn hart echt om Gods woord te delen. En het mooie is, onze zuster heeft net een stuk gelezen vanuit Hebreeën 13. En ik ga zo meteen het woord delen vanuit Hebreeën 12. Het is geen toeval, toch? Nee. Toeval bestaat niet. Ja, we zijn toch één in de geest. Dus God weet dat we één zijn van Jezus in die zin. En ik wil eigenlijk zo meteen het woord met u delen. Goed, ik heb verteld van getrouwd 4 kinderen. En het feit dat ik hier sta is eigenlijk een wonder. Het is een wonder op zich. Aantal jaar geleden, zeg maar 3 jaar geleden, heb ik aan mijn hart gehad. Ik heb een hartaanval gehad. En daarna, overheen, heb ik corona gehad. We waren de eerste echtpaar vanuit Moordrecht, die vanuit de Molukse wijk, die werd opgenomen in het ziekenhuis. En eigenlijk, mensen die ook corona hebben gehad, sommigen kunnen het niet meer navertellen. Waarvan zo meer dan 14 doden in de wijk vanwege corona. En we hebben het overleefd. Dus eigenlijk sta ik hier, is echt een wonder op zich. Ja, het is genade dat ik hier mag staan. Paulus zei op zijn manier, wat herkenbaar is, door genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Amen. Het is niet te vergeefs geweest. Anders zou ik hier niet staan. Dus het is Gods genade. Daarom ben ik God dankbaar. Dat ik zo het woord mag delen. En ja. Ik wil graag een stuk lezen samen met u. Uit Hebreeën 12. Hebreeën 12, versen 1 tot en met
tot met 4. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich heeft genomen heeft en de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die een zulk tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door de matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Vers 2 zegt: laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman, de volleinder des geloofs. Amen. En vers 3 zegt ook: vestig dan uw aandacht op hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door de matheid van ziel verslapt. Hier worden we opgeroepen om onze ogen te richten op de Heer Jezus. Maar vaak maken we heel veel dingen mee in ons leven, toch? Ziekte, pijn, verdriet. Allerlei dingen waarvan we denken van, ik zie het eigenlijk niet zitten. Ik zie het eigenlijk niet zitten. Terwijl wij hier opgeroepen worden om onze ogen te richten op de Heer Jezus. Maar vaak verslappen wij van ziel. We hebben net gelezen. Opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. We kunnen verslappen. Ja? Iets. Soms leggen we onze focus op een bepaald probleem of een bepaalde ziekte in ons leven. Ja, onze ogen zijn daarop gericht. Wat krijg je dan? Dan verslap je. Dan word je door je ziel verslapt. Wat houdt de ziel in? De ziel houdt in je wil, je verstand, je gevoel. Dan ga je alleen af op je gevoelens. Je moet gelijk nu aan een verhaal denken aan de Emmausgangers. Ze waren aan het lopen. Ze vertelden wat er met Jezus was gebeurd. Maar juist door hun tranen heen zagen ze geen eens dat de Heer Jezus naast hen liep. Door hun tranen heen. Dus hun tranen vertroebelen eigenlijk het zicht naar de Heer Jezus. Terwijl we hebben net gelezen, vestig je aandacht op hem. Maar door onze problemen, onze situaties waarin wij verkeren, hebben we verdriet, zien we Jezus niet meer. En wat gebeurt er? Wij laten ons leiden door onze emoties, onze verdriet. En ja, we laten ons eigenlijk meeslepen. Wat gebeurt er? Dan ben je meer bezig met jezelf. Dan ben je meer bezig met je emotie, met je verdriet. Terwijl Jezus zegt van, hé, ik ben er. Ik ben er voor jou. Matteüs 28 zegt de Heer Jezus, zie, ik ben met jou al de dagen tot de vereinding der wereld. Hij is met ons. Dat is zijn belofte. Maar Heer, soms ervaar ik u niet. Waar bent u dan? Waar bent u dan? Ik ervaar u niet. Mijn gevoel zegt dat. Dat is de belofte van God. Ik ben met jou. Vaak verwarren we onze emoties met de aanwezigheid van God. God is er altijd. Amen. Ondanks dat we hem niet voelen. Ja, ik voel u niet.
Maar wat is waar? Onze emoties of de belofte van God? Vaak laten we leiden door onze emoties. Maar God zegt, dit is de belofte. Ik ben met jou, ondanks dat je mij niet voelt. En vaak is het zo van, ja, je weet maar half niet wat ik heb meegemaakt. Denk je bij jezelf. Ik zeg altijd, ieder hart kent zijn eigen smart het beste. God ziet je hart aan. God weet wat er in je hart afspeelt. Ondanks jouw gevoelens. Ondanks jouw pijn, jouw verdriet. Misschien heb je onlangs dingen meegemaakt waarvan je denkt van, ik zit echt niet zitten. Wat is God nou? Ik ervaar hem niet. Maar hij is er altijd. Hoe moeilijk het ook is. Ik zeg, wat belangrijk is, dat we opnieuw Gods woord moet hanteren in de situaties waarin wij verkeren. Gods woord is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Ik zeg goed in het Engels. This is how I fight my battle. Amen. This is how I fight my battle. Dit, Gods woord is zo belangrijk. En u leest hier Bijbel. Bijbel ken je ook. De B staat voor. Blijven in Jezus betekent eeuwig leven. Bijbel? Ja? Blijven in Jezus betekent eeuwig leven. Wat betekent dat ook? Blijven in zijn woord. Zijn woord is ja en amen. Jezus werd verzocht in de woestijn 40 dagen lang. Waarvan 3 dingen weten wij. Maar hoe reageerde Jezus op de acties van de vijand? Matthäus 4 zegt, elke keer wanneer Jezus wordt verzocht, zegt hij, er staat geschreven. Er staat geschreven, tot 3 maal toe. Er staat geschreven. Als Jezus dat al deed, wie zijn wij om het niet te doen? Wij moeten Gods woord kennen. Hosea zegt, mijn volk komt toch ten gronde door gebrek aan kennis. Kennis van wat? Kennis van Gods woord. En kennis van God zelf. God wil dat wij hem kennen zoals hij gekend wil worden. Als ik jou niet ken, ja goed, hoe kan ik jou beter leren kennen? Door zo meteen met jou te praten. Door interesses te delen. Door te delen van wat jij leuk vindt of niet. En dan leren we elkaar kennen. Bij God is het niet anders. Mijn vrouw was vroeger, deden we eigenlijk samen de kinderdienst, een traditionele kerk. En toen zei ik van, wees je deze middag opdragen? O nee, ik kan niet bidden. Ik kan niet bidden. Ik zei, hoe kan het nou? Je moet al een aantal jaren kinderdienst. Hoezo kan je niet bidden? Ik zei, weet je, je leert bidden door te bidden. Amen. Je leert bidden door te bidden. Bidden is eigenlijk praten met God. Gewoon zoals je bent, praat met God. Je hoeft geen eens je stem te veranderen. O Heere God, wilt u... Hoe vaak wordt het niet gedaan? Ze praten opeens heel anders. Onze Vader, wilt u met mij zijn? Ja, toch? Ja, je mag jezelf zijn. Heer, wilt u met mij zijn? Ik voel me gewoon rot. Ik zit niet lekker in mijn vel. Maar God weet al reeds wat er in je hart afspeelt. Hij wil het alleen van je horen. Maakt niet uit hoe het eruit komt. God prikt al lang door, hoor.
God weet al wat in je hart afspeelt. Hij wil het alleen van je horen. Ja? Als een kind naar zijn vader komt, gaat hij geen andere stem. Hoe zeg je dat? Hij spreekt niet anders. Maar waar het om gaat is gewoon, je mag zichzelf, pa, mag ik een broodje knakworst? Ja? Zo is het ook bij onze hemelse vader. Zijn vader, ik kom hierin tekort, ik kom wijsheid tekort. Wat moet ik doen? God geeft eenvoudig weg zonder verwijt. God geeft het. En alles, al het mijne is het uwe. Het enige wat we doen is gewoon kind zijn, is gewoon ontvangen. Heer, ik heb wijsheid tekort. Ik vraag om wijsheid. Zal God een kreeft geven als je om wijsheid vraagt? Nee toch? Hij geeft het. Dus met zo'n houding mogen we naar God komen. En God kent ons door en door. Ja. Het zou heel raar zijn. Ik draag nu geen horloge. Stel dat ik een horloge draag. En het gaat nu opeens kapot. Waar ga ik dan naartoe? Ga ik dan naar een loodgieter? Of ga ik naar een meubelmaker? Nee toch? Ik ga naar de horlogemaker. Maar hoe vaak is het niet zo dat we dat doen? Als er iets in ons leven mankeert, ja? Sommigen gaan naar de wonderdokter. Sommigen gaan elders naartoe. Terwijl hij is onze schepper. Amen. Hij is gisteren, heden, tot in alle eeuwigheid is hij hetzelfde. God is nooit veranderd. Hij is getrouw en nimmer falend. Hij is getrouw en nimmer falend. God is getrouw. Zijn wij ontrouw? Hij is getrouw. En God, zijn wij ziek? Ik zeg, Heer, ik voel me niet lekker, maar ik weet. Gods meditatie is de beste medicatie. Amen. Lees Spreuken 4 maar op na. Als dat lezen, dan zei Heer, ondanks dat het me niet lekker voelt. Ik had, even kijken. Hans had van de week nog, dinsdag nog. Ik voel me rot, ik had griep. Ik heb bijna geen stem meer, ik zat helemaal vol. En, maar goed, ik geloof. Hij sprak de zegen uit en genezing uit. Ik mag het ontvangen. Ik zei, Heer, koste wat het kost, ik zal hier staan. Kosten wat het kost, ik zal hier staan. Ik laat me door niemand weerhouden. Zelfs de duivel niet. Mm-hmm. Hij is onder mijn voeten. Amen. Hij is echt onder mijn voeten. Dus ik sta gewoon. Want ik weet, Heer, u bent mijn geneesheer. Amen. En daarom is, dan zeg ik nogmaals, Gods woord. Hoe vaak is Gods woord gebruiken we? Voor speciale gelegenheden. Ja. Ja? Voor speciale gelegenheden. Het is een cake, net als een cake voor speciale gelegenheden. Ja, je moet het juist gebruiken, dagelijks. Ze zeggen, 3 maal daags, 1 tablet, 1 tekst. Zo belangrijk, hè? Ja, soms is het heel moeilijk. Maar als we vragen van, zelfs onder jongeren van, hey, ken je die acteur van Titanic? Ken je acteur van Titanic? Iedereen weet het. Ze weten precies de namen, ja, van filmacteurs. En je hoeft me alleen maar te vragen. En als je vraagt van, wat staat in de Bijbel? Want het is 11 vers 28 bijvoorbeeld. Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Moet je bij de voorganger zijn. Moet je bij ons zijn, niet bij mij. Dus, maar waar het om gaat. Het is goed om zelf Gods woord te lezen, te overdenken. Esra zegt, ik heb mijn hart erop gezet om Gods woord te lezen, Gods woord te overdenken en over te brengen. Dat was zijn hart. Het is goed. Kijk, we kunnen elke zondag, ik zeg, als ik in de gemeente ben, kan ik
heb ik ook gezegd van, we kunnen zondag komen, we kunnen dinsdag komen bij de bidstond, nog even bijbelstudie, en dan nog even, ja. Je kan zo overmand worden door teksten. De ene dag moet je als David zijn, de andere dag moet je als Simson zijn, volgende week zondag moet je als Elia zijn. Ja? Voor mij, als je aan mij vraagt, ik zou een preek houden. Laten we dat eerst in praktijk brengen. Nadat we dat in praktijk hebben gebracht, komen we weer terug. Trouwens, dat hebben we toen de tijd ook gedaan, samen met mijn vrouw. Hadden we ook zo'n studieavond. Noemen ze Bijbelstudie. Maar goed, als je hoort Bijbelstudie, dan word je moe. Bijbelstudie. Bijbelstudie. Ik zei, weet je, we gaan het veranderen. We noemen het CIA. CIA staat voor Christian in Action. Amen. Christian in Action. We brengen in praktijk wat we zondag hebben gehoord. Dus uiteindelijk zeggen we, jij brengt, koop maar een cadeautje, maakt niet uit. Daar is de standaard. Maar jij koopt, maakt niet uit wat jij koopt. Bloemetje. Ze dachten allemaal, oh, we geven dat aan elkaar. Op die avond, we geven dat aan elkaar. Ik zei, niks van dat alles. Jij gaat lekker naar Marijkstraat 83. Jij gaat naar Wilhelminastraat 111. Doek, 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 doek. En nu moet ze het in praktijk brengen. Ja, toch? Amen. Nu moet je dat in praktijk brengen. Ik zei, één, er wordt niet over de Heer Jezus gepraat. Wordt niet gebeden. Ze keek me aan van, ben je wel goed wijs? Kom je van de planeet Mars vandaan? Of, dus, nou, zo gezegd, ze hebben het gedaan. Ze gingen weg. We keken naar de klok. 11:30, ze zijn nog niet terug. Sommigen zijn nog om 11:30 nog niet terug. Na zo'n CIA-avond. En ik zei, wat heb jij gedaan? Oh, ik heb gebeden. Ze hebben mij gevraagd om te bidden. Ik zei, oké, en jij? Ik mag van de Heer Jezus vertellen. Zo. Ik zei, waarom zeg ik dat? Omdat zij al weten waarvoor wij staan. Ze weten dat we vaak evangeliseren, dat we vaak huissamenkomsten hebben. Zij weten dat. Dus mensen zijn niet verbaasd. Daarom durven ze zich open te stellen. En, maar dat is de praktijk. Het is vaak, in het Maleis zeg ik vaak dit. Zondag is het halleluja. Maar de rest van de dagen, tot zondag is het halleluja. Lupa betekent, je vergeet het. Ja? Je bent het gewoon helemaal vergeten. Dus daarom is het belangrijk om wat je hoort ook in praktijk te brengen. Het gevaar is, wanneer we zondag samenkomen, alleen maar ontvangen. Ja? Maar alleen maar consumeren. Alleen maar ontvangen. Het gevaar is dat je een geestelijke binnenvetter wordt. Een geestelijke binnenvetter. Dus, en als Hans een keer zijn oproep van, laten we naar buiten gaan om te evangeliseren. Ja, ja hoor, ik ben het niet zo gewend. Maar, dat geeft aan, het is niet alleen maar consumeren, maar ook produceren. Het is ook zelf in actie te komen. Daarom zeg ik, het is CIA, Christian in Action. We moeten in actie komen. Tuurlijk. Het is zo belangrijk dat we onze focus gericht houden op de Heer Jezus, wat we net hebben gelezen. Onze focus is zo belangrijk. Vaak kijken we naar onze situaties, naar ons probleem. We kijken vaak naar het probleem, doordat we vergeten de Heer van onze probleem. We zijn zo gefocust. Maar daarom worden we opgeroepen om steeds ons gericht te houden op de Heer Jezus. Amen. Vertel,
God niet hoe groot je probleem is. Maar vertel jouw probleem hoe groot God is. Amen. Vaak, als we, wat hebben we dan, bellen we elkaar. Ik zit met een probleem, dit en dat, hoe moet ik... In het Engels zeggen ze zo. George Meyer zegt het zo. Don't run to the phone, but run to the throne. Amen. Vaak is het zo, we willen gelijk delen met elkaar wat we hier hebben zitten. Maar het is goed om eerst naar God te gaan. In alles wil God de eerste zijn. Ja? Ik zeg het op zo'n manier. Soms zijn we opgebouwd bemoedigd, toch? Zijn we heel sterk. Maar er zijn momenten dat we helemaal leeg zijn. Dan voelen we ons een nul. Toch? Soms gewoon een grote nul. Soms weer echt een grote nul. Maar Jezus zegt, je moet mij op de eerste plaats stellen. Eerste plaats. Kijk, als je Jezus op de eerste plaats stelt, en je voelt je een nul, als je die één, als je die nul bij die één toevoegt, wat heb je dan? Een tien. Ja. Ja? Zoveel waard ben je voor God. Ondanks dat je je soms waardeloos voelt, je bent een tien. Je bent het waard. Zo waard dat hij zijn leven voor jou en voor mij heeft gegeven. Hij vindt je zo waardig. Het is hetzelfde. Ik heb nu geen 10 euro bij me. Al heb ik nu een 10 euro bij me. En ik zou het verkreukelen. En op de grond gooien. En erop gaan stampen. Erop gaan stampen. Ik pak het op. Ik doe het open. 10 euro behoudt zijn waarde, toch? Ja. 10 euro behoudt zijn waarde. Ik weet zeker, in deze gemeente hebben jullie heel veel dingen meegemaakt. Persoonlijk heel veel dingen meegemaakt. Als ik zou vragen, kun je wat vertellen? Ik denk dat iedereen wel wat kan vertellen. Met je achtergrond, je bagage, van wat je hebt meegemaakt. Toch soms ervaar je soms dat je waardeloos bent. Maar in Gods ogen ben je waardevol. Je bent waardevol. Niet waardeloos. Soms voel je waardeloos. Maar je bent waardevol in Gods ogen. Denk maar aan die 10 euro. Hoe verkreukeld. Misbruikt. Hoe pijnlijk het ook is. Dat je hier bent. God zegt, je bent waardevol in mijn ogen. Ik heb je lief. Ik kan mijn ogen niet van je afhouden. Zoveel hou ik van jou. Amen. Zoveel hou ik van jou. Mijn ogen kan ik niet van je afhouden. Want ik ken je al. Voordat je geboren bent, ken ik je al. Voor de grondlegging der wereld, ken ik jou al. Voordat je hier kwam, ik wist, God weet wat er in je hart afspeelt. God weet het. En daarom, des te meer, houdt God meer en meer van jou. Daarom zegt God, kijk niet. Laat je niet leiden door je gevoelens, door je gedachten. Je gedachten worden heen en weer geslingerd. Je gevoelens worden heen en weer geslingerd. Kijk naar mij. Durf je in mijn ogen te kijken, zegt de Heer Jezus. Durf je in mijn ogen te kijken. Wat zie je dan? Als jij in de ogen van de Heer Jezus kijkt, is er een en al liefde. Geen veroordeling. Totaal geen veroordeling, maar een en al liefde. Amen. En daarom gaat zijn hart naar je uit. Ik heb het ook moeten leren. Ik heb het ook moeten leren. Juist door ziektes heen. We zaten in... hadden toen corona. En... we hebben op God moeten leren vertrouwen. Ik dacht bij mezelf, Heer, is dit nou het einde? Allebei in de IC. Dan is het nou het einde? Ik zei tegen God, het is wel een rare einde, hè?
Het is wel een rare einde. Ik heb nog geen eens afscheid kunnen nemen van mijn vrouw, van mijn kinderen. Maar God zegt, nee. Weet je wat God zei tegen mij? Chris, kijk naar corona, kijk naar die ziekte, maar focus op mij. Amen. Kijk naar je ziekte, maar focus op mij. Dat ik heb geleerd om steeds mijn focus te houden op de Heer Jezus. En God geeft het dubbele terug. We hebben onlangs heel veel dingen meegemaakt. Hans was er ook bij. 38 september hadden we een genezingsdienst samen met Tom de Wal. Nou, ik had geloof voor 600 man. Sommigen denken, nou joh, dat kan niet, man. 600 man in sport op doorweek. Ze dachten, nee, dat kan niet. Maar ze moeten op hun woorden terugkomen. Het is bijna vol. Maar wat ik wil aangeven is, God doet alle dingen medewerkend ten goede voor degenen die hem liefhebben. Amen. Niet dat corona goed is, maar God heeft het ten goede gekeerd. God heeft het ten goede gekeerd. En zo, zodat wij zijn werk kunnen voortzetten. Het is genade op genade, nog nogmaals, dat we dit hebben mogen meemaken. Het is eigenlijk, in het Engels zeggen ze het mooi. Genade in het Engels is grace. Ja? Grace staat voor God's righteousness at Christ's expense. Amen. Dus Gods liefde door de Heer Jezus gedemonstreerd daar aan het kruis. Dat is zijn grootste liefde naar ons toe. Daar kan je niet bij. Het is zijn onbegrijpelijke liefde. Ja? Zijn onbegrijpelijke liefde. Vaak is het zo van, als we dingen meemaken, begrijpen we dingen niet, toch? We begrijpen niet waarom we bepaalde dingen meemaken in ons leven. Vaak willen we God ter verantwoording roepen. Van, hey, God, wat ben je aan het doen? Wil je God gelijkstellen met je verstand? Terwijl God kan je niet redeneren met je verstand. God is God. God is God. Je kan God niet met je verstand redeneren. En dat is het mooie. God vraagt niet of we hem begrijpen. God vraagt niet of we hem begrijpen. God vraagt, vertrouw je mij, ondanks dat je mij niet begrijpt? Vertrouw je mij, ondanks dat je mij niet begrijpt? Ik zeg, elke waarom heeft een goddelijke daarom. Elke waarom heeft een goddelijke daarom. Amen. Zeker. En God, hij leert ons te gehoorzamen. Maar vaak willen we God begrijpen. We willen eerst God begrijpen en dan gehoorzamen. Terwijl bij God heel iets anders is. God wil dat wij hem vertrouwen. Hoe moeilijk het ook is. Soms vind ik het heel moeilijk, toch? Of heb ik dat alleen? Vaak is het heel moeilijk om op God te vertrouwen. Ik zal één voorbeeld geven. Er was een christen. Hij was op vakantie. En hij liep langs, ja goed, een berg. En hij las Gods woord. Hij was aan het lezen. Opeens viel hij. Hij viel. Opeens gelukkig kon hij een tak vasthouden. Hij kon een tak vasthouden. En zei hij, God, waar bent u? De christen zei dat. En God zei van, vertrouw op mij. Laat die tak los. Hij dacht, ja hoor. Hij keek naar beneden. Het gaat niet worden. Het gaat echt niet worden. Dus hij bleef hangen. God zei tegen hem, vertrouw je mij. Laat los. Ik vang je wel op. Doodse stilte. Opeens zei hij, is daar iemand anders? Is daar iemand anders? Wederom geboren christen. Als het op aankomt op vertrouwen,
Soms is het van, ja, als het op aankomt, ja toch? Het is makkelijk om in de gemeente te zeggen, halleluja, Heer, ik loof u, ik prijs u, ik aanbid u, ik volg u. Als het op aankomt, op de test, als het op aankomt, zijn we nog hetzelfde? Of denken we, Abraham en Sarah. Abraham was 100, Sarah 99. Naar de mens gezien, ze kijken naar een lichaam en denken van, nee. Ga niet worden. Ga niet. We zijn te oud. Romeinen 4, vers 20, staat. Abraham zei dit. Aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd versterkt in zijn geloof. Hij gaf God de eer, omdat God een waarmaker is van zijn woord. God is een waarmaker van zijn woord. Eigenlijk denk ik van, onmogelijk toch? Maar hoe vaak zeggen we niet, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Alle dingen zijn mogelijk, maar dan ook alles. Maar als het op aankomt, vertrouwen we nog steeds op God. God vraagt niet of we hem begrijpen. God vraagt of we hem vertrouwen. Ondanks dat we hem niet begrijpen. Twijfel niet aan Gods hart. Ondanks dat je niet begrijpt wat zijn hand aan het doen is. Twijfel niet aan zijn hart. Ondanks dat je niet weet wat zijn hand aan het doen is. En God leert ons steeds op hem te vertrouwen. En onze ogen steeds op hem te richten. Ja, het is zo belangrijk. Hoe meer je op God vertrouwt, hoe minder je vragen stelt. Hoe meer je op God vertrouwt, hoe minder je vragen stelt. Leven met de Heer Jezus is vaak een leven met onbeantwoorde vragen. Leven met Jezus is een leven met onbeantwoorde vragen. Soms wij vragen antwoorden. Maar ik bedenk mezelf van, stel dat Jezus onze antwoord zou beantwoorden. Onze vragen, sorry, zou beantwoorden. Ik denk dat er nog meer vragen komen. Ondanks onze vragen komen nog andere vragen. Dus laat God God zijn. Laat God God zijn. We hebben toch geen sluitende verklaring. Dat kunnen we niet met onze beperkte verstand. Maar God leert ons om vertrouwen ondanks dat we hem niet begrijpen. Zullen we onze ogen sluiten? Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat ik heel in het kort uw woord heb mogen brengen.